Je kunt een knipperlicht maken met twee ledjes of met twee groepen van ledjes. Een gekleurde draad op het schabloon betekent een geïsoleerde draad. De draden lopen over elkaar heen zonder dat ze elektrisch contact maken. Bij deze schakeling gebruik je ook een elektrolytische condensator. Deze condensator heeft een plus- en een minkant. Zorg ervoor dat je dit onderdeel op de juiste manier aansluit. De transistors die je gebruikt voor deze schakeling zijn van het type BC547B. Controleer goed of je de juiste transistor gebruikt. Wanneer je enkele leds gebruikt, gebruik je een waarde van 1 kilo-ohm voor de voorschakelweerstand. Wanneer je met twee groepen werkt, werk je met een voorschakelweerstand van 470 ohm. Bij dit voorbeeld heb ik twee weerstanden van 470 ohm gebruikt.